PlayStation haat mij. Dat is mijn hond, maar die hoor je waarschijnlijk niet. Oh, daar gaat hij weer. Net als ik wil opnemen. Hallo mensen, mijn naam is de MattLuigi en Spider-Man 2 voor PS5 komt binnenkort uit over een paar kleine maandjes op dezelfde dag als Super Mario Wonder en ik kan niet wachten. Deze game heeft me overhaald om eindelijk een PS5 te halen. En nu heb ik die en ik ben een lekker Ratchet & Clank op aan het spelen en Call of Duty Modern Warfare 2 met mijn broer af en toe, maar... voor de rest speel ik die niet heel erg. En ik ben langzamerhand mijn PS5 bibliotheek aan het vergroten. Alleen vanaf het moment dat ik mijn PS5 heb, lijkt het erop dat het slechtste moment was om een PS5 te halen. Dus ik wil al een hele tijd een PS5 hebben en heel erg lang hebben we natuurlijk gehad dat mensen de systemen aan het scalpen waren en dat die dingen nergens te vinden waren online. Je moest heel veel geluk hebben als je er eentje online kon bestellen. Op Marktplaats stonden er honderden listings van duizenden euro's en ik had mezelf voorgenomen, ik haal pas een PS5 als ik A genoeg vind dat er genoeg games op zitten die ik wil spelen en B je die dingen gewoon normaal kan kopen. Nou, tegenwoordig kan dat gewoon. Het is echt een heel groot contrast met het launchjaar van dit systeem. Je kan nu gewoon naar elke website gaan, naar elke winkel. En ze zijn er gewoon. Hetzelfde met de Xbox, ze zijn er gewoon. Als jij echt een PS5 wil, dan kan je er vandaag eentje halen. Dus ik had de Call of Duty Modern Warfare 2 bundel gehaald, want ik dacht van, daar heb ik een beetje korting. En daar heb ik een game erbij. Ik heb daardoor Bobby wel mijn zuurverdiende geld gegeven. Maar het was het waard om met mijn broer samen in lobby's mensen te beschieten. Alleen het grote probleem wat ik heb, is dat iedere keer, hoe langer ik dit ding heb, hoe slechter het een keuze leek te zijn om dat ding te halen. En ik wil voor de duidelijkheid maken dat deze video gewoon een grapje is. Weet je, deze video is niet om serieus te nemen. Doe niet alsof ik ondankbaar ben dat ik het ding nu hier heb staan. Want ik ben blij met mijn PS5. Ik ben er heerlijk op aan het spelen. Ik denk dat het een goed systeem is. Ik denk dat Ratchet & Clank een fantastische game is. Ik hou ervan. Alleen ik heb een fout gemaakt. Oké, dus letterlijk een paar dagen nadat ik mijn PS5 binnen had met Ratchet & Clank Rift Apart, want dat was de eerste game die ik ervoor kocht, toen kwam meteen het nieuws naar buiten van, hey, Ratchet & Clank Rift Apart komt binnenkort naar Steam. En dat deed een beetje pijn, want het was zo van, oh, ik wilde al een hele tijd Ratchet & Clank spelen. En ik wilde al een hele tijd dat hij naar PC kwam, zodat ik niet de PS5 hoefde te halen. Maar ik had de hoop een klein beetje opgegeven. En het moment dat ik die game koop, komt hij naar Steam. Nou, natuurlijk, wat wel het positieve ding daarbij is, is dat ik nu een heleboel goedkope PS5 games heb. Ik bedoel, Ratchet & Clank was voor mij €40 om op te pikken en ik heb ook ondertussen Demon's Souls Remake en, hoe heet het, Street Fighter 6 heb ik er nu ook voor. En al die games, ik bedoel, Street Fighter 6 was dan in de verkoop redelijk snel nadat de game uitkwam, want het was een week nadat die uitkwam. Maar de meeste PS5 games die ik heb, ook Miles Morales, waren allemaal zo'n €30 tot €40, wat een heel groot contrast is met de €80 die ze tegenwoordig vragen voor nieuwe games. Dus omdat ik niet een early adopter ben, kan ik lekker gebruik maken van de goedkope gamepies. Kon ik ook maar gebruik maken van de goedkope console. Letterlijk een paar weken of een maandje of zoiets nadat ik mijn PS5 in bezit heb, komen al deze winkels en Sony met korting. Oh, €75 korting. Oh, €100 korting. Oh, allemaal korting op deze PS5 en korting op de games die je bij koopt. En ik heb dit ding voor de volle prijs grotendeels gehaald. De volle prijs plus een game, wat eigenlijk gewoon nu tegenwoordig de volle prijs van PS5 is. Ik heb ook mooi die korting gemist. Maar ik dacht van, weet je wat, prima. Ik heb mijn PS5, ik heb mijn Ratchet & Clank, ik ben er helemaal blij mee en ik kan niet wachten tot Insomniac Spider-Man naar mijn systeempie komt. En dat was het moment dat Sony dat ene ding aankondigde waarvan ik niet had gedacht dat ze dat ooit nog gingen aankondigen. Pas geleden was er een nieuwe Spider-Man 2 trailer en ik heb die trailer niet gezien. Want vanaf dit moment ben ik bezig met gewoon alle spoilers te ontwijken die ik kan ontwijken. Ik wil niks meer zien van de game. Ik wil de game nu gewoon spelen. En het probleem is, bij diezelfde aankondiging kondigden ze ook aan dat er een limited edition Spider-Man PS5 aankomt.
een limited edition Spider-Man PS5. De PS4 had een limited edition Spider-Man PS4 Pro console en die ziet er prima uit. Het is gewoon een rode PS5 met een logootje erop. En ik moet zeggen, deze PS5 ziet er ook niet al te best uit. Ik ben niet helemaal zo'n fan van... Ik snap het idee dat het Venom is die het rode overneemt, maar iets daaraan ziet er gewoon wat matig uit. Maar ik ben een Spider-Man fan en origineel had ik mezelf voorgenomen dat ik zou wachten met de PS5 te halen totdat we een Spider-Man PS5 zouden zien. Want dan dacht ik van, hé, daar kan ik die lekker halen. Alleen nu heb ik al PS5 en nou hebben we ook een Spider-Man Limited Edition PS5. Nou, waarom heb ik niet gewoon gewacht op zo'n Limited Edition? Nou, wat Sony de laatste tijd doet met een PS5 is in plaats van dat ze Limited Edition consoles doen, doen ze Limited Edition covers. Waarbij je de plates, de coverplates van de PS5 eraf kan halen en die kan mixen en matchen met andere coverplates. Het is eigenlijk Sony's idee van Joy-Con wat ze willen. Ze willen dat je de covers van je PS5 eraf haalt en de hele customized. En tot nu toe, elke keer als zij iets van een Limited Edition deden van hun consoles of van hun games, dan was het altijd van, oh, je hebt een PS5 nodig en daarbovenop koop je een 80 euro plateset. En in de laatste 3 jaar dat de PS5 bestaat, heeft Sony alleen maar dat gedaan. Wat een contrast is met Microsoft, die echt los is gegaan met limited editions voor de Xbox Series X. Ik bedoel, ze kwamen meteen met een prachtige Halo Xbox Series X. Ze hebben ook nog een Diablo Xbox Series X. Ze hebben echt een heleboel soorten special edition Xboxes gemaakt. En ik vind die covers niet leuk, want ik wil gewoon een console hebben en dat die er gewoon zo uitziet. Het is niet zoals met de Nintendo Switch. Met de Nintendo Switch, de controllers, die zijn voor customization, maar ze hebben ook een functie. Weet je, ze zorgen er niet alleen voor dat mijn console er een beetje geinig uitziet. Ze hebben daadwerkelijk een functie. Ze doen iets. Ik kan ermee de game controlen. Ja, de Joy-Cons gaan na een week kapot omdat de sticks de hele tijd driften. Maar over het algemeen, ik kan de dingen gebruiken. Met de faceplates weet ik van mezelf, als ik nieuwe faceplates erop ga doen, dan ga ik nooit meer wat doen met de oude. En die dingen liggen dan gewoon ergens weg te rotten. Dus dat zou betekenen dat ik boven mijn 550 euro console ook nog iets van een 70 tot 80 euro faceplate moet halen. Puur om een andere kleur PS5 te hebben. En ik wilde dat niet supporten, dus ik heb gewoon de standaard PS5 gehaald. En nu komt er daadwerkelijk een limited edition Spider-Man PS5. Nou, to be fair, ze hebben ook nog dat stomme ding gedaan met de faceplates, waarbij je nu limited edition Spider-Man faceplates kan kopen. Dus in principe, als ik zou willen, zou ik die kunnen kopen en mijn PS5 in een limited edition Spider-Man PS5 kunnen veranderen. Maar dat is juist het ding wat ik niet wilde doen. En nogmaals, neem deze video niet te serieus. Het is gewoon een grapje. Weet je, dit zijn allemaal kleine toevalligheden die net te maken hebben met dingen met de PS5 nadat ik een PS5 heb gekocht. Dingetjes zo van, oh, de prijs wordt goedkoper. Oh, je krijgt een Spider-Man Limited Edition PS5. Het zijn allemaal dingen waarvan het is van, dat had leuk geweest om te hebben, maar ik heb al een PS5. Maar hey, ik kan niet in de toekomst kijken en weet je wat, in de tussentijd heb ik een PS5 gehad. Ik heb er heerlijk op gespeeld. Ik ben lekker Ratchet & Clank erop aan het spelen, wat een fantastisch spel is. Wat je moet gaan kopen op PC zodra het uitkomt, of op je PS5 als je een PS5 hebt. Dus het is niet alsof ik boos ben op Sony. Nee, ik ben boos op mezelf. In ieder geval, dat was de grote Matt Luigi koopt een PS5 en maakt een heleboel fouten saga die we zojuist hebben besproken. Vonden jullie dit een leuke video? Geef dan een like. Abonneer ze ook al leuk zijn. Laat me weten wat jullie hiervan denken. Zijn deze dingen nu jullie reden om een PS5 te kopen of juist niet? Ga je een PS5 kopen of heb je al een PS5? Laat het me weten in de reacties en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!